Onno Laarhoven van Long Island Boten. Ik heb er net een paar gezien, die is echt schitterende boten, zeg. Ja, dankjewel. Ja. Maar dat krijg je als je je hart volgt en wat jij ook doet. Ja, ik wou zeggen, we hadden net even een leuk gesprek, maar wat een prachtige boten, zeg. Echt heel mooi. Hey, maar ondanks het feit dat jij hele mooie benzineslurpende boten verkoopt, ja. Zit je toch in een elektrische auto. Ja. Hoe kan dat? Ik vind dat wel een mooi concept wat jij bedacht hebt. Ja. Dat je toch mooie auto's kan rijden. En ook als liefhebber van auto's. Oké. Okay. Niet richting het Japanse eenheidsblik gaat, maar ja, toch kiest voor kwaliteit en stijl van een paar mooie Europese merken. Ja. Dus dat spreekt me absoluut aan. Nou, leuk. Wat rij je zelf? Ik heb een Jaguar E-CR. Ja, mooi. Die heb ik echt gekocht toen ik minder ging rijden en dacht van nou, nu koop ik de auto die ik echt mooi vind. Ja. Een van de mooiste auto's die ik ooit gemaakt heb. Schitterend, echt. En dan cabrio voor in de zomer en mijn meisje heeft nog een view aangedreven auto. Ah, leuk. Die met dit weer wat beter is. Ja. Goed, kunnen we in ieder geval even gas geven nou. Ah, wat een verademing. Wat mag het zeg, hè? Ja, dit is wel apart. Maf, hè? Ja, dat is wel apart. Hoe doe je dat met jouw boten, Anna? Duidelijk niet de onderkant van de markt, maar nee. Vertel. Ik ben echt de boten gaan bouwen die ik zelf helemaal fantastisch, helemaal mooi vind. Ja. Dat betekent een hele mooie uitgesproken styling, geënt op Amerikaanse kreeftenvissersboten en tegelijkertijd klassieke Amerikaanse sportboten. Ja. Runabout uit de jaren 50 van de vorige eeuw. En dat samengebracht met de functionaliteit die Nederlanders kennen van sloepen, maar dan meer. Ja. Dus je kunt er rustig mee varen als met een sloep, maar je kunt er ook heel goed snel mee varen op ruim water. Onze klanten zijn echt levensgenieters, mensen die heel veel werken, ja. Maar de vrije tijd die ze hebben, die willen ze dan ook wel goed besteden. Ja. Nou, zijn we weer. Island. Was het wat? Ja, super. Ja. Maf, hè? Die, je mist helemaal niks van wat je in een benzinemotor hebt. Nee. Echt. Ja, het is gewoon een hele aparte ervaring. Ik kan me voorstellen dat autoliefhebbers dit ook mooi vinden. Ja, hè? Absoluut. Nou, dan moeten we nog een keer in een andere auto langskomen, want jij bent natuurlijk geen Beetle-fan. Nee. Zou je eigenlijk die Jaguar moeten proberen, maar goed, die... Die hou je te goed dan. Zet jij een boot neer, ik een Jaguar. Ja, dat en dan lijkt me een mooi plan. Gaan we een feestje maken. Leuk, ja. Nou, leuk man. Dank je.